FC Utrecht presenteerde hem gisteren als de man die de club commercieel en sportief weer aan de praat moet krijgen. Ja, en dat doet hij niet alleen. Achter hem staat een gerenommeerd internationaal sportmarketingbureau. Het doel is om FC Utrecht weer aan de top te laten meedraaien. Met Van der Walbaken. Frank van den Walbaken is de autoriteit op het gebied van sportmarketing. Hij zat onder andere in de organisatie van de Olympische Spelen in 1992... en zorgde voor de eerste shirtsponsor van FC Utrecht. Ja, dat is goed. Volgens van den Walbaken is het een slimme zet van Utrecht om Van Hals bij de club te betrekken. Hij heeft bij FC Twente heeft hij verrekt goed werk gedaan. Hij is een goede analist op televisie, is gewild, is geliefd. Dus is een bekende Nederlander geworden. Nou, als bekende Nederlander open je makkelijk deuren. Dus als Wilco van Schaik roept, wij moeten meer uit sponsoring halen, dan heeft hij met Jan van Hals ten huis heeft hij een goeie, want daar gaan deuren voor open. Gisteren maakte algemeen directeur Wilco van Schaik tijdens de nieuwjaarsreceptie van FC Utrecht bekend dat Van Halst een commerciële functie krijgt bij de club. Van Halst staat in dienst van marketingbureau Sport 5. Sport 5 is een internationaal topbedrijf die dat bij heel veel Duitse clubs doet, Dortmund, HSV. Dus die combinatie maakt het een hele mooie uitdaging. Ze hebben echt voor Utrecht gekozen als eerste club in Nederland. Dus ja, daar hebben we hoge verwachtingen van. En ook Van der Walbaken denkt dat het sportmarketingbureau veel voor FC Utrecht kan betekenen. Het is van origine een Duits bureau, eigendom van een Franse groep, Lagardère. En het curieuze is dat de hoofdaandeelhouder van Lagardère groep in Frankrijk is Qatar. Dat is dus, de deur staat dus open naar het Arabische geld. Maar ja, alle commerciële plannen ten spijt, het gaat uiteindelijk om wat er op het veld gebeurt. En dat is de laatste tijd niet al te best. Er wordt maar weinig gewonnen. Utrecht staat op een teleurstellende 14e plek in de Eredivisie. Is het dan misschien verstandig om wat te doen aan de technische staf? Kijk, Jan Wouters is een perfecte vent, was een ideale voetballer om in een team te hebben. Maar of hij nou de ideale coach is, dat durf ik te betwijfelen. Ik vind hem een ideale nummer 2. En ja, Frans van Seumeren heeft wel geroepen in interviews dat hij alle vertrouwen heeft in de huidige staf. Nou, hij is de baas, ik ben dat gelukkig niet. Maar ik zet een vraagteken bij Jan Wouters als nummer 1 coach. Trainerswissel of niet, Van den Walbaken ziet de toekomst voor FC Utrecht hoe dan ook rooskleurig in. FC Utrecht is in potentie een topclub met een prachtig stadion. En er zou meer uit de markt moeten worden kunnen gehaald dan tot nu toe gedaan wordt. Daar is de hoek waarin gezocht moet worden. En dan is Jan van Halst een prima rechterhand voor Wilco van Schaik om deuren te openen die Wilco niet kan openen.